Samen eten, daar neem je graag de tijd voor. Ook hier in Namibië. Maar eten smaakt pas echt lekker als je tijd neemt om het klaar te maken. Echte aandacht voor je eten, dat vind je bij een Afrikaans braai. Ik denk het is maar deel van een sculptuur. Nee, dat is niet. Ik denk dat het gekommers maar van die boeren op die plaatsen, maar ook met die trekkers uit die Kaap uitgetrek het. Waar hulle nie huis gehad het nie en hulle moes op een stoof en alles, hulle moes ander plannen maak. Ja. Ek denk dat is waar die kultuur ontstaan het. Wat maakt springbokvlees nu zo bijzonder? Nummer 1 dat het springbok is, wat die lekkerste wildsvlees is. En dit is baie zacht. Maar hoe sê die Engelse? The proof of the pudding is in the eating. So, Je kan ook zelf die vraag antwoorden als ons bij de uitpunt kom. Maar hoekom maak je dit zo bijzonder? En dit is nie algemeen, dit is nie. Je krijgt dit niet elke dag. De volgende zondag. Ja. Dan zitten we daar in Nederland en verlangen jullie naar de vleespotten van Egypte. Vleespotten van de windhoek.